Deze film gaat erover hoe je iets opslaat met een transparante achtergrond. En als voorbeeld ga ik deze tekening van een koe gebruiken. Om een transparante achtergrond bij deze koe te krijgen, zul je de achtergrond weg moeten halen. En hoe doe je dat? Nou, heel simpel. We pakken gewoon de selectie tool. Die heb je hierboven. Je kunt ook op de W drukken. En je hebt er twee. Je hebt de snelle selectie en de toverstaf. En in dit geval kies ik voor de toverstaf. Als ik nou ergens klik, dan zal die al het witte selecteren en stoppen bij een andere kleur. En de tolerantie voor die kleur die staat bovenin op 4. Zou je hem helemaal open schuiven, dan gaat hij natuurlijk veel verder. Maar het verschil tussen zwart en wit is kleiner dan 4. Dus als ik nu druk, dan zie je dat er alleen maar wit geselecteerd is. Nu is mijn achtergrond geselecteerd. En die wil ik in feite weggooien. Wat zou er gebeuren als ik gewoon op delete druk? Dan wil die hem vullen met 50% grijs. Druk ik nou bijvoorbeeld op OK, dan zie je wat er gebeurt. Mijn witte achtergrond wordt gewoon grijs. En dat is niet de bedoeling. Ik wil hem eigenlijk gewoon weggooien. Ik druk even op ctrl-z om het ongedaan te maken. Waarom kan ik dit nou niet weggooien? Dat is heel simpel, omdat dit een jpeg is. En een jpeg zal standaard vergrendeld geopend worden in Photoshop. Dat zie je namelijk hieronder bij de lagen. Je ziet dat de laag achtergrond heet en dat er een heel klein slotje bij staat. En dat slotje betekent dat de achtergrondlaag vergrendeld is. En ik kan in feite dus eigenlijk niks weggooien van deze laag. Klik je gewoon op het slotje, dan zal het verdwijnen en gaat de laag laag 0 heten. En druk ik nou op delete, dan is opeens mijn witte achtergrond verdwenen. De selectie is nog wel actief. Je ziet aan de stippenlijntjes aan de buitenkant en om de koe dat er een selectie actief is. Nou, die kun je heel eenvoudig oplossen door gewoon op Ctrl D te drukken. En nu heb ik een transparante koe. Ik kan hier in principe mee verder, maar als ik besluit om dat morgen te doen, zeg maar, dan wil ik hem misschien wel opslaan. En het liefst natuurlijk ook met deze transparante ondergrond. Dat gaat niet als een JPEG. Als ik bijvoorbeeld kies voor opslaan. In dit geval bij bestand en opslaan als. Dan kan ik hem een naam geven. Standaard zal die komen met een PSD. Maar ik kan bijvoorbeeld ook zeggen van nou sla hem op als JPEG. En je ziet, er staat al een koe. Dus deze noem ik koe nummer 2. En ik klik op opslaan. En voor een JPEG krijg je dan deze optie. En je ziet in de achtergrond al wat er gebeurt. In een JPEG kan geen transparantie zitten. Er kunnen ook geen lagen in een JPEG zitten. Um, dat is allemaal gewoon vrij beperkt. Klik ik nou op OK, dan heeft hij hem opgeslagen als koe nummer 2. En hij springt bovenin gewoon terug naar het plaatje waar ik was: koe met een transparante achtergrond. Maar ga ik nou terug naar Bridge, dan zie je dat er twee afbeeldingen staan: koe. En Q2. Ik heb dus geen transparante achtergrond. Want als ik Q2 open, dan zie je dat ik gewoon een witte achtergrond krijg. Dus dit is niet echt helemaal gelukt. Gooi ik hem weg. En gooi ik hier Q2 ook weg. Terug naar Photoshop. Hoe kan ik hem wel opslaan? Nou, ik kan hem bijvoorbeeld opslaan als PSD. En dat doe je bij bestand opslaan. Opslaan als PSD. En wederom, hij komt aan met de optie PSD en ik klik gewoon op opslaan. Een PSD heeft geen opties daartussenin zitten, het wordt gewoon opgeslagen zoals jij het op dat moment hebt gemaakt. En ga je naar Bridge, dan heb je daar QJPEG en COE PSD staan. En COE PSD toont op zich een witte achtergrond, totdat ik hem open. Je ziet nu dat mijn bestand COE PSD is geopend en je ziet dat ik een transparante achtergrond heb. In feite is dit dus wat ik wil. Want nu kan ik gewoon andere dingen gaan doen. Als ik bijvoorbeeld zeg van nou ik maak een aanpassingslaag met een volle kleur. Laten we deze blauw selecteren. En die sleep ik onder mijn koe. Dan staat mijn koe opeens op blauw. En ga ik die kleur aanpassen naar uh, ik noem maar wat groen. Dan staat die opeens op groen. Zou ik hem nu opslaan als PSD. Dan sla ik ook meteen mijn gekleurde achtergrond mee op. En laat ik dat gewoon eens even doen voor de gein. Sluit ik hem af. Ga ik naar bridge. En dan zie je de twee afbeeldingen naast elkaar staan. Q-JPG en Q.PSD met een groene achtergrond. Een PSD-formaat is één formaat om het in op te slaan. Maar er is nog een ander formaat. Ik haal de vergrendeling weer even van de laag af. Ik selecteer de achtergrond. Druk op delete om die te verwijderen. Ik hef met Ctrl-D mijn selectie op en ik ga naar bestand opslaan als. En in plaats van een PSD. Kies ik voor een PNG-formaat. En ik klik op opslaan. Ik krijg wederom wat opties. Nou, ik wil geen compressie en geen interlineering. En ik druk op OK. En mijn afbeelding wordt nu opgeslagen. Nog steeds blijft Q.jpg openstaan. Maar als ik naar bridge ga, dan zie je dat ik er weer een bestand bij heb gekregen. In het midden, dit keer Q.PNG. En ondanks de witte achtergrond zit hier gewoon geen achtergrond in. Want als ik hem open, dan zie je dat ik ook gewoon blokjes in de achtergrond heb. En dus geen achtergrond. Als het gaat over transparantie, dan kun je je eigen afvragen wat je nu het beste kunt kiezen: PNG of PSD. PSD is interessant als je gewoon aan het stapelen bent in je foto. Als je gewoon heel veel dingen aan je foto doet met kleine veranderingen of aanpassingslagen en je wilt dat allemaal bewaren, dan sla je op als PSD. Maar wil je bijvoorbeeld een transparante achtergrond om de afbeelding bij een website te zetten, dan kies je voor PNG. Want PNG is namelijk een formaat wat gewoon door servers op websites ingelezen kan worden en bij jou op je scherm of op je telefoon getoond kan worden. En een PSD in een website integreren wordt een beetje lastig. En zo eenvoudig is het dus om een bestand met een transparante achtergrond op te slaan. Kies voor PSD als je de maximale kwaliteit wil. En kies gewoon simpel voor PNG, eventueel met compressie als het voor op een website is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.